En dan nog iets speciaal voor je vrouw. Want ze moet je vaak missen. Want je weet, het leven van een politicus vindt natuurlijk veel buiten de deur plaats. In een gesprek die we laatst hebben gehad, gaf je aan dat je vrouw Adelien wist dat ze toen met je trouwde en rekening mee moest houden dat door jouw vele vrijwilligerswerk het vaak zonder jouw gezelschap moet doen. Een vorm van huwelijkse voorwaarde dus. Ja, zei je toen je met me sprak, en ik citeer, dat het niet altijd leuk is om met mij getrouwd te zijn. Ik word dan overheen, hè? Dat begrijp je al. Daarom, als een vorm van compensatie, willen we haar graag een dinertje aanbieden voor twee bij Casper. Slot moeten natuurlijk een beetje de Tilse middenstand ondersteunen. En ze mag zelf weten wie ze meeneemt. Ja. Maar wij zouden het niet erg vinden als jij dat wordt. Dankjewel. Wethouder Driessen, gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding. Ja, dank u wel. Vandaag tijdens de raadsvergadering is er gesproken op meerdere terreinen waar u op actief op bent. Onder andere over de participatiewet. De laatste stappen zijn genomen. Ja, klopt. Na al eerder het beleid vastgesteld te hebben als raad, is vandaag door de raad zijn de verordeningen vastgesteld. En in die verordeningen worden weer dingen verder uitgewerkt. Dat was nodig om voor 1 januari aanstaande aan de slag, of ja, klaar te zijn. Want zoals men wellicht al weet, op 1 januari gaat die nieuwe wet in. Overigens is ook een belangrijk deel van deze wet is voor mijn collega Corrie Vrijhout-Ammerveld. En wij doen dit samen, want binnen die participatiewet zijn het verdeeld over de twee portefeuillehouders. Maar wij zijn blij dat vanavond het besluit is genomen, want dan kunnen wij weer verder met de nadere regels uitwerken. En dan, wij gaan er nu vanuit dat we echt klaar zijn voor 1 januari alle veranderingen aan te kunnen. Tijdens het vragenuurtje was er een vraag van Jolanda Stoeten van de ChristenUnie. Dat ging over de thuishulp. Daar was nog onduidelijkheid in. Maar dan kunt u duidelijkheid in scheppen. Ja, dat klopt. De vraag was eigenlijk van, we zouden informatie krijgen rondom de veranderingen binnen de huishoudelijke hulp. En de opmerking was ook dat de betrokken cliënten nog niets hadden gehoord. Dat klopt ook, want er is een heel traject aan vooraf gegaan met de zorgaanbieders, de hulporganisaties. En daar zijn we pas 8 december eigenlijk uitgekomen. Dat was althans de bedoeling. We hebben nog even een paar organisaties na moeten bellen. Uiteindelijk 9 december hebben we van iedereen gehoord van, ja, we zijn het eens geworden over de nieuwe werkwijze. Dat is met name, gaat dat van een uren toewijzing, gaat dat over naar een product toewijzing. Dus niet meer zeggen van zoveel uren krijgt u voor het huishoudelijke hulp. Nee, nu gaan we afspraken maken van hoe houden wij uw huis schoon en op welke manier. Dat gaat deze dagen gecommuniceerd worden naar de cliënten, dat zij precies uitgelegd krijgen wat er gaat veranderen. Of liever gezegd, wat er op korte termijn nog niet gaat veranderen, dat ze echt de indicatie nog hebben zoals ze hem hebben. En dat er tijdig met alle cliënten gesproken gaat worden wat de nieuwe wet en de nieuwe aanpak voor de individuele cliënt gaat betekenen. De beeldkwaliteitsvisie, een belangrijk issue tijdens de raadsvergadering van december. Ja, klopt. De beeldkwaliteitsvisie is unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. En we willen graag met die visie echt een handvat hebben om de stad nog mooier te maken dan dat die nu is. Wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat echt bij grote nieuwe plannen in Tiel van tevoren nu helder is van welke regels, welke eisen we daaraan stellen. Zodat planontwikkelaars, projectontwikkelaars ook van tevoren weten waar ze aan toe zijn. En dat was als het ware een soort minimumkwaliteit neerleggen van wat we in deze stad willen hebben qua bouw. Meer vrijheid dan voorheen? Ja, er zit meer vrijheid in dan voorheen. We hebben als college zelf 2 gebieden voorgesteld om welstandsvrij te bouwen. Het Vijverterrein en Passewaaij 19 en 11. Ook al worden die terreinen op iets langere termijn ontwikkeld. Het heeft vooral te maken met de ontwikkeling in de woningmarkt natuurlijk. Maar we geloven echt dat dit een mooie aanjager kan zijn in die ontwikkeling. En ook echt een onderscheidend punt in de regio. Je kunt in Tiel welstandsvrij bouwen. Mustafa Alles kan van ProTiel. Jullie hebben een amendement ingediend als het gaat over de beeldkwaliteitsvisie 2014. Waar ging dat over? Dat gaat over de welstandsvrij bouwen in de buurt 9, 10 en 11 in Passewaaij en Vijverterrein in Tiel. En we hebben een amendement ingediend om het uit te breiden naar buurt 7 en Muggenborg.
En de meerderheid van de raad die heeft aangegeven dat ze niet akkoord gaan met de buurt 7 van Passerwij, omdat daar al huizen staan. Dat staat ook bij Muggenborg, maar daar is het wat minder. Daar worden de inwoners minder geconfronteerd dan bij buurt 7 in Passerwij. Het gaat om welstandsvrij bouwen, dus dat wil zeggen dat mensen zelf kunnen bepalen hoe men een bepaald object, een woning in dit geval, eruit willen komen te laten zien. Jullie gingen daar verder in als wat het stuk zelf beoogt. Waarom is dat? We willen het gewoon aantrekkelijker woonbeleid hebben in Tiel. Dat aantrekkelijker is voor mensen om daar te komen, om in onze stad te komen wonen dan. En te bouwen? En te bouwen uiteraard, ja. Iets anders wat er besproken is zijn de tarieven van de onroerend zaakbelasting en de rioolheffing. Tiel doet het op zich goed, toch gaan die prijzen omhoog. Ja, alleen met het inflatiepercentage, 2,5% wordt de OZB-rekening duurder. En daarmee handhaven we onze positie in de regionen van goedkoopste gemeenten in Nederland. Nummer 1 is dan de goedkoopste gemeente, dan zitten we al ergens in de top 30. Dus dat betekent dat we echt onderscheidend zijn, ook in lokale lasten. En dat is iets met het voorzieningenpakket wat Tiel biedt. Natuurlijk fantastisch nieuws. Wij zijn tegen de stijging van de OZB-belasting, omdat wij vinden dat dat eigenlijk niet nodig is. De belasting willen ze verhogen met 2,5% inflatie. En vervolgens, omdat de woningen minder waard worden, ook nog eens een keer het tarief met 10% verhogen. Dus mensen die betalen feitelijk meer belasting over iets wat minder waard is geworden. Ja, de wethouder zegt van nou, een indexering op jaarbasis, dat is normaal. En op het moment dat ervoor gekozen wordt om dat niet te doen, die indexering, wordt er een gat in de begroting structureel geslagen van ruim 170.000 euro. En nodigt de PVDB onder andere uit om dan met een alternatief te komen. Ja, de vraag is, wat is normaal? Er zijn andere gemeentes die voeren een OZB-verhoging niet door. En we hebben dus de verhoging van de OZB levert de gemeente 173.000 euro op. Nou, die 173.000 euro is in een begroting van bijna 120 miljoen makkelijk te vinden volgens mij. De Partij van de Burgers had toch een kritische noot. Uw reactie? Nou ja, de PvdB verwart de berekening hoe je tot die 2,5% stijging van de OZB komt. Dat wordt berekend ook op de basis van de prijsstijging of daling van woningen. Als de woningen dalen in prijs, dan zal het tarief iets omhoog moeten om op eenzelfde bedrag uit te komen. Vandaar dat de tarieven daardoor stijgen. En het belangrijkste is OZB-rekening, inflatiepercentage 2,5%. Ja, en als die PVDB daar inderdaad een correctie op zou willen hebben, hebt u ze uitgedaagd om dat gat wat er dan zou ontstaan, structureel in de begroting, anders op te vullen? Nou ja, je kunt ervoor kiezen om de OZB helemaal niet te verhogen, dat mag uiteraard. Maar dan sla je een gat in de begroting, omdat we altijd uitgaan van de stijging van het inflatiepercentage. Dus het is altijd goed gebruik geweest om dan een dekking aan te geven van hoe je het dan wil financieren. Dat heeft de PvdB niet gedaan. Jammer dat het met die traditie gebroken is. De PvdB stond als enige in haar standpunt. Ja, dat vonden we heel erg jammer. We hebben in de commissie ook geprobeerd andere partijen daarin mee te krijgen. En we vonden het vooral vreemd dat de VVD daarin ons niet steunde. Omdat zij in het verkiezingsprogramma van de VVD toch duidelijk aangeven dat zij gaan voor een lage OZB. En dat had nu heel makkelijk gekund. Een aantal maanden geleden heb jij namens de PVDB vragen gesteld over een klachtenfunctionaris. Dat klopt. Het gaat om een klachtenfunctionaris in het sociaal domein. De gemeente krijgt steeds meer taken toebedeeld vanuit het Rijk. En dat is allemaal nieuw. Dus er kunnen best wel situaties ontstaan waardoor er dingen misgaan of niet helemaal lekker lopen. En de PvdB meent dat een lokale klachtenfunctionaris, een lokale ombudsman, dan heel goed kan helpen om de burgers te helpen op het moment dat er iets misgaat. Nou, wat is eruit gekomen?
Daar is uitgekomen vooralsnog helaas nog niks. In juni of in juli hebben we die motie ingediend en die is ook door de Raad aangenomen. Het college zou gaan kijken, die zou gaan inventariseren de voor- en de nadelen. En die zou ook gaan kijken of dat de gemeentes in de regio interesse hadden om daarin mee te werken. En wij hebben gevraagd van nou, hoe staat het daar nou mee? En daar is eigenlijk een antwoord uitgekomen wat voor ons onbevredigend is. En daarom willen we het graag opnieuw in de commissie gaan bespreken. Zodat we even wat scherper weer neer kunnen zetten. En dat we ook vinger aan de pols kunnen houden dat die klachtenfunctionaris er mogelijk zo snel mogelijk gaat komen. Ik wil eerst even iets algemeen zeggen namens ons allen. Als plaats van de voorzitter van de Raad. In de bodus in het, af, aan het algemeen, zullen we zeggen. Jullie zijn voor ons als politici heel erg belangrijk. En misschien wel belangrijker dan jullie zelf waarschijnlijk zullen denken. Dat heeft natuurlijk te maken met de dingen regelen. De burgemeester heeft een aantal dingen gezegd. Maar het belangrijkste voor ons is toch het gastvrouwschap. Je zou kunnen vergelijken met, als ik terugkijk naar vroeger, als ik toen op school zat, op lagere school, en ik ging naar huis toe, dan wist ik dat mijn moeder maar op mij zat te wachten met een kopje thee. Als ik vanavond, was die tijd nog, hè, thee. Als ik vanavond naar huis ga, dan hoop ik, als het niet te gek laat wordt, dan weet ik dat mijn echtgenote op mij wacht om even nog wat te drinken of wat na te praten. En zo zijn denk ik heel veel echtgenotes en vrouwen, mannen van raadsleden hier die hetzelfde ervaring hebben. En op het moment, als wij dan maandag bijvoorbeeld dan binnenkwamen en we zien een van jullie gezichten, dan was dat net zoiets of zo thuiskomen. Van, leuk dat je er bent, even gezellig, hartelijk welkom vandaag en een klein praatje. En je was echt, je vond je welkom. En we hebben dat gemist door ziekte. Dat is natuurlijk al triest genoeg en vervelend genoeg. En men zegt altijd vaak, je mist vaak de dingen als ze er niet meer zijn. En ik denk dat in dit geval waar is. Dus de grote waardering die wij vooral hebben is dat jullie er voor ons zijn. Maar niet alleen in regeldingetjes, maar ook gewoon zijn als mensen, als welkom in dit huis, zullen we zeggen. Nou, ik kan u wel vast vertellen dat dit niet mijn fijne plek is hoor, om hier te staan. Ik sta toch liever achter de schermen, voel ik me veel veiliger. Maar voor deze keer maak ik dan toch maar even een uitzondering. Omdat ik nu toch echt met pensioen ga. 16 jaar geleden ben ik in dienst gekomen hier bij de gemeente Tiel als avondbode. Een nieuwe functie, een nieuwe uitdaging, heel erg leuk. Met ontzettend veel plezier gedaan. En ik dacht dat we er iets leuks van gemaakt hadden. En wat bij ons altijd hoog in het vaandel gestaan heeft, dat is service verlenen. Tevreden mensen die hier de deur uit gaan. En we hebben ook hele leuke dingen allemaal meegemaakt. Neem de begrotingsraad. Was toch geweldig. S'avonds thuis kwam er helemaal uitgeteld. Maar jongens, wat was het leuk. Daar hebben we altijd van genoten. En dan de verkiezingen, ook zoiets. Dus het was nooit saai. Het was altijd leuk. Nou, vaak toch wel hoor. Merendeel wel. Dit werk heb ik me altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Ik vind het ook jammer, ik zal het ook missen dat ik nu wegga. Maar niettemin, net wat de burgemeester al zei, samen met mijn man met de camper erop uit, Europa doortrekken. De leuke dingen doen, alle leuke plekken opzoeken. En een beetje vrijwilligerswerk daarbij. Dus nee, vervelen ga ik mijn eigen zeker niet doen. Zeker niet. Ik wil dus ook mijn collega's allemaal hier aanwezig, alle mensen hier aanwezig, heel hartelijk bedanken voor die hele fijne samenwerking die ik met allemaal heb mogen hebben. En ik wil tot slot iedereen hele fijne kerstdagen wensen. En een heel voorspoedig nieuwjaar. En vooral gezond nieuwjaar. Dank jullie wel. APPLAUS